Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Jeroen van Eck, professioneel mountainbiker. En vandaag de derde en tevens laatste aflevering van de Bike Check. Heb je mijn eerdere video's over de Bike Check nog niet gezien? Check die dan even in de beschrijving. Deze gaat over de e-bike en mijn full suspension. En vandaag ga ik het hebben over mijn hardtail. En wat mij betreft is dit de mooiste van het stijl. Gaan we kijken naar de American Eagle. Die heeft een oorsprong al heel ver in het verleden. Sterker nog, Bart Brandjes, mijn teambaas, is op de Olympische Spelen 1996 de officieel eerste Olympische Spelen van het mountainbiken Olympisch kampioen geworden. Dat deed hij destijds ook op American Eagle. En dit is een soort van de hergeboorte van het merk American Eagle. Bart Brandjes heeft dat namelijk samen met een compagnon overgenomen en het eerste echte product van American Eagle wat daaruit voorkomt is deze fiets, de Hardtail, de Atlanta 2.0, die dus een verwijzing heeft naar de Olympische Spelen 1996 in Atlanta. Voor 2021 heeft American Eagle een x-aantal nieuwe kleuren, waaronder deze. Blauw, ik vind hem echt fantastisch, super gaaf in combinatie met die gele remklauwen. Echt een, wat mij betreft een hele geslaagde fiets. Gaan we puur kijken naar de fiets zelf. Dan weegt hij inclusief pedalen en vermogensmeter zoals die hier staat 8,5 tot 8,6 kilo. Hangt een beetje af van hoe de weegschaal, hoeveel zin die erin heeft. Gaan we specifiek kijken naar de fiets. Qua rij-eigenschappen, het is echt een hele directe en strakke fiets. Volledig van carbon, boost achternaaf. En hij is heel direct. De balhoofdhoek staat redelijk recht, zoals je op de film kan zien. En dat betekent dat hij wat nerveus is aan de voorkant. Maar voor de wedstrijden zoals ik ze rij, echt precies zoals ik hem hebben wil. Enorm explosief, enorm snel, heel direct. Precies wat ik nodig heb in de Mountainbike Eliminator. De wereldbekerwedstrijden die ik op internationaal niveau rij. Daarin starten we met 4 man in de baan, gaan steeds de beste 2 door. Grote steden zijn het vaak waar die wedstrijden worden georganiseerd. Vanuit de start met 2000 watt uit de startblok en binnen 10 seconden 50 per uur. Ja, dat is wat deze fiets zeker aan kan. Ik kijk er dus ook naar uit om daar mijn wedstrijden mee te gaan starten. Ga eens puur wat verder kijken op de fiets. Dan te beginnen met de banden. CST Jackrabbit. Een wat wedstrijdgeoriënteerde band in de 2.25 versie. Die zitten op DT Swiss carbon wielen met 30 mm interne wijdte. Vervolgens de vork is van DT Swiss, net zoals dus de wielen. Componenten zijn van FSA. En dan de hele mooie carbon versie, zowel de zadelpen, stuurpen als het stuur. Remmen, ik noemde het straks al eventjes. Magura MT8 in het geel, dus met gele calipers. Alleen de Pro atleten rijden met die kleurstelling en ja, ik vind het wel matchen met dat blauw. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat dat zeker even weten in de comments. Misschien vind je het wel afschuwelijk, kan natuurlijk ook. Aandrijving doen we met SRAM XX1 AXS, elektronisch, supersnel, altijd werkt direct. Ik programmeer hem andersom. Standaard komt hij vanuit de fabriek dat knopje naar beneden lichter is en knopje naar boven zwaarder. Nou, ik draai dat om. Kun je allemaal regelen met de software. Software werkt hartstikke snel en eenvoudig. Dat betekent dus shifter, achterderieur, cassette 1050. Ketting is van KMC. Cranks zijn van Rotor. Ik rij op al mijn fietsen met vermogensmeter. Dus ook op de sprintfiets. En dat die dan nog slechts 8,5 kilo weegt is natuurlijk super mooi. In dit geval de 2-in Power. Die meet dus wel links als rechts mijn vermogen. En ik rijd met een 36 ovaal voorblad. Bidonhoudertjes en bidon van Tax. Er zit Cadence Nutrition in. En zijn bedrijf zit in Zuid-Afrika. En die maken alleen maar sportvoeding op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dus alleen dat wat wetenschappelijk bewezen is, zit in mijn bidonnetje. Zadel, Sell Italia. Die hebben we in verschillende maten, verschillende types. Ik rij zelf met de SLR, erg fijn zadeltje. Verder heb ik contact met het stuur middels de Easy Grips. In dit geval de Chunky. Je hebt
ook extra chunky en smal. Ik gebruik de middelste vorm. Schijven zijn 160 mm. Vork bedien ik met een lockout op het stuur. Ja, en daarmee komen we eigenlijk al heel gauw aan het einde van deze bike check. Fietscomputer, laatste ding. Van Garmin, in dit geval de 130. Kleine variant, redelijk basic. Maar in de wedstrijd hoef ik toch niet heel veel te zien, behalve tijd eventueel. En het belangrijkste is dat ik mijn data op deze manier goed kan opslaan. Om dan later in Training Peaks samen met mijn trainer de wedstrijddata te analyseren. Ik ben benieuwd wat jullie van de fiets vinden. Laat het even weten in de comments. Ik vind hem in ieder geval super geslaagd. En ik kan niet wachten om mee aan de start te staan. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je je nog niet geabonneerd? Dat kan natuurlijk altijd en is gratis. Zou ik leuk vinden. Er komt namelijk nog veel meer toffe mountainbike content voorbij. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.